We zijn terug in de studio en bij mij staat een man met vele petten op. En dan heb ik het over Nizar Makhdoum Baks. En vandaag staat hij dus in de studio als auteur, omdat hij toch wel een boek heeft geschreven over Louis Doudel. En het gaat eigenlijk om rehabilitatie, om toch wel de naam van Louis Doudel te zuiveren. Hij is als onderzoeker ook ingegaan op het leven van Louis Doudel. En daarvoor staat hij dus in de studio om natuurlijk meer daarover te vertellen. Goedemorgen, heer Makhdoum Baks. Hoe gaat het met u? Ja, goedemorgen. Ja, we praten over Louis Doudel. Ja. U bent als onderzoeker, om het zo te zeggen, bent u toch wel de geschiedenis weer ingegaan om toch wel het leven en toch wel zaken van Louis Doudel te kleren, als ik het zo mag zeggen. Wat was toch wel het initiatief om toch wel dat te doen? Ja, kijk, al een jaar of 20 ben ik bezig om Surinamers die door de kolonisator systematisch negatief bejegend waren in het verleden, om onderzoek naar de achtergrond te doen. En daaruit blijkt dus dat de manier hoe men de redenen voor aanpak van die mensen beschreef, dat het toch anders was. Dat het in wezen de meeste toch helden waren voor ons, maar niet voor de kolonisator. Ja, en bij dit onderzoek van Louis Doudel, wat bent u toch wel erachter gekomen? Want we weten natuurlijk dat hij eigenlijk in feite als gek werd verklaard, toch? Ja. Ja. Want dat was de methodiek van die tijd. Van als je geen kans maakt om via de rechter iemand te neutraliseren, dus kalt te stellen, Ja. dan deed je het via die weg. Want voor Doedel waren ook vele anderen die weg bewandeld, Ja. dus gedwongen te bewandelen. Een medestrijder van hem tijdens het hongeroproer van 31 was Hugo van Vliet. Ja. Die heeft men willen opsluiten, maar na 2 jaar, door ingrijpen van Kamerleden in Nederland, Wijnkoop en Visser, kwam hij toch vrij. Je hebt bijvoorbeeld ook mensen als Tijm. In 1940 heeft Curaçao 7 jonge Surinamers teruggestuurd. Een paar waren kritisch colporteurs en tegen het kolonialisme. En hier heeft men bij Gunter geïnterneerd, maar meneer Tijm hebben ze in Wolfenbüttel, de psychiatrisch centrum van nu, heette toen Wolfenbüttel, daar opgesloten. En bijvoorbeeld mevrouw Schneiders-Howard was men ook van plan haar daar op te sluiten. En de vrouw van een rechter, mevrouw Watkin, ook wilde men daar opsluiten omdat ze kritisch waren. Dus zo heb je nog meerdere van die mensen. Dus dat was de methodiek van het Ja. koloniaal beleid. Wat was toch wel, en Louis Doudel is toch wel een van de uitblinkers in dit alles, heer Makhdoum Baks. Wat was toch wel het probleem dat de kolonisator zo had met Doudel? Ja, in wezen was hij in zijn tienerjaren, dus dan heb ik over 1922, was hij actief in Lelydorp. Hij had een landbouwer. Hij was tieners van nu kunnen hem zeg maar niet nadoen. Zo actief was hij als jongeman. En in zijn landbouwvereniging Lelydorp had hij een bestuur opgezet, mensen als Samson, Marcus en Slijngaard, die was ook minderjarig, probeerde hij landbouw onder de Afro's te stimuleren. Hij begon met sinaasappelsplanten, et cetera. Ze kregen steun van de overheid, dat wel, en voorschotten om toch een succesverhaal van te maken. En pas toen hij in 28 naar Curaçao vertrok, want daar bleef hij tot 31, werd hij actief. Daar werd hij bewust van de arbeidssituatie van de mensen bij CPIM, Curaçao Petroleum Industrie Maatschappij. En ging hij iets meer
over politiek lezen. En zo werd hij maatschappelijk bewust. Mm. Dus toen hij hier terugkwam, het was crisistijd 31, en hij was, men vond hem dat hij een gevaar was daar. Hij schreef een kritisch artikel in een zelf uitgegeven blad. De titel van zijn artikel was Waarheen? Mm-hmm. Hij leverde kritiek aan Rutgers. Rutgers deed niet veel om iets te doen aan de positie van de arbeiders hier. Velen waren werkloos. Er was veel armoede. Maar de mogelijkheden om iets te doen voor deze mensen, die waren er. Ja. Maar, en om die reden heeft men hem weggestuurd van Curaçao. En hier is hij doorgegaan. Hij is in april hier gekomen, april 31. Een paar weken daarna heeft hij het Surinaamse werkloze comité opgericht. En probeerde men hem het leven zuur te maken, want hij organiseerde een werkloze demonstratie. 2500 mensen, men schrok ervan, dus werd verboden. Een paar weken daarna stichtte hij een andere organisatie, de SAO, Surinaamse Algemene Werkersorganisatie. Ja. Dus zo zie je, hij ging door, want er kwamen nog meerdere organisaties, totdat ze hem opsloten. Want 13 mei 37, want op 29 mei heeft men hem toch via de psychiatrie kalt gesteld. Maar een paar weken daarvoor heeft men William Kraan, hè, de bekende statenlid, William Kraanplein, die was ook kritisch naar de kolonisator toe. Ja. Dus hij schreef een artikel, werd veroordeeld tot een boete. En zo zie je dat Doedel in wezen nooit gek geweest was, nooit gek gedaan heeft. Maar met medewerking van een paar sympathiserende, zeg maar, katholieken, heeft men hem, dus meneer, ja, ik moet die naam noemen, Morpurgo, dus van de Warentijd zijn voorouder, die hebben een niet mooie rol gespeeld, om het netjes te zeggen. Ja. En dus die soort mensen hebben in wezen meegewerkt dat men Surinaamse activisten makkelijk konden opsluiten. Ja. En opsluiten in een wolvenbutten. Ja, opsluiten in wolvenbutten, ja, en krankzinnig gesteld, dat is wegwezen, dat makkelijk. Klaar. Ja, en je komt er in feite nooit meer uit. Als de familie of critici niet voor je opkomen, dan sowieso niet. Want dat is het bijzondere. In het medisch dossier kunnen we dan misschien achterhalen van hoe zat het met de familie en met andere medestrijders. Waarom is het niet gelukt? Ja, want dat zou mijn vraag zijn. Waarom is het met Doedel niet gelukt? Ja. Kijk, bij Hugo van Vliet is het gelukt. Ja. Zo. Dus het medische dossier zou ons uitsluitsel kunnen geven. Ja. Was er niet al ik weet niet als u daarvan bedoeld werd, maar volgens mij was de familie al bezig met het psychiatrisch centrum Suriname, toch? Om toch wel even terug te gaan in hun archief, om te kijken hoe het dossier van Doedel eruit ziet. Ja, toen de discussie begon, want dus enkele jaren geleden, en kwam het dossier ineens tevoorschijn. Maar van een vriend, collega van me, want ik was vroeger huisarts en die collega werkte als psychiater daar. Die zei, die moest, want toen de discussie begon met Herberg in 1980, Herberg, Wijntuin en die mensen, van over Doedel, want Herberg was kritisch. Hij vond ook dat Doedel niet gek was. En toen moest die vriend van me, de collega, ineens het dossier afleveren bij justitie. Dus de originele zit nog bij justitie. Wat men nu heeft gevonden is een kopie. Dus dan is de vraag nog, is het 100% volledig? Ja, maar zo is het dan niet. Zo in dit geval. U geeft aan, dit dossier ligt bij justitie. We praten over een Surinaamse strijder. Voor de vakbond, voor de werkende klasse onder andere. En natuurlijk Doedel had vele petten op. Ja. Is het niet raadzaam dat de regering in dit geval toch wel het initiatief neemt om na te gaan, of tenminste dit dossier na te gaan en duidelijk aan te geven dat Doedel niet gek was? Ja, nou oké, daarom sta ik hier. Oké, ik ben buitenlander, ik woon in Nederland. Ja. En, maar oké, van oorsprong Surinamer, Abrabroki. En ik heb weinig te zeggen, maar de andere... Ja, maar u heeft best wel een boek geschreven ja, over een dik boek, Doedel. Ja, dus dan hebben de mensen
gewoon een basis met gegevens en informatie om toch het een en ander te realiseren nu. Ja. Eigenlijk als je het goed bekijkt, heer Magdoen Baks, niet dat we vooruit lopen op zaken, maar je hebt dat dossier komt nu voor schijn en die natuurlijk zal eigenlijk kunnen bijna zeggen, bijna 100% aangeven dat moet kunnen aangeven dat de Doedel niet gek was, maar dat er toch wel om politieke redenen waren om Doedel op te sluiten. In welke rol zou dan de voormalige kolonisator kunnen spelen hierin om toch wel zijn naam te zuiveren? Want we draaien het verkeerd, het was tegen dat beleid. Toch? Dank voor de goede vraag. Mm-hmm. Want vanaf 22 is Nederland bezig toch het een en ander te corrigeren. Ze hebben excuses aangeboden. 19 december 2022. Ja. Dat was door Rutte. Er is een minister hier naartoe gestuurd. Dus je ziet, de kolonisator heeft nu andere standpunten ingenomen. Ja. Maar dat komt ook door internationale druk, Verenigde Naties, et cetera. Dus ze hebben een reden om dit te doen. Natuurlijk, misschien handelspolitiek. Ja. En het zou goed zijn als ze hun excuses aanbieden, wat ze deze man, deze familie, de Surinamers, aangedaan hebben. En in het bijzonder de arbeiders, de arbeidende klasse, de werklozen. Hoor ik u zeggen dat we eigenlijk de excuses, in dit geval zijn het gedaan, de excuses van het slavernijverleden, maar dat we toch wel die lijn van excuses doortrekken naar verschillende grove fouten die er zijn gemaakt, om toch wel zulke zaken ook te zuiveren? Zeer zeker. En dan denk ik, ik neem aan, dat als dat gebeurt, dat dan pas Suriname wakker zal worden. Van hé, ze doen het, dus wij moeten ook. Er zijn dus eigenlijk, als het goed bekeken en dat is dus te zien in het leven van Doedel, zijn er best wel een aantal zaken verkeerd gelopen door met de kolonisator, vanwege politieke redenen. Zeker, zeker. Een heleboel zaken. En vooral niet te vergeten de hongeroproer van oktober 1931. Want hij organiseerde die dag eigenlijk een vergadering om de mensen te informeren. Mm-hmm. In Bioscoop Luxor heette toen Elise. Mm-hmm. En mensen als de Miranda waren er, Biswam Mitra, dus heel veel sprekers. Maar de bezoekers, de werklozen, et cetera, waren niet tevreden met dat gepraat daar in de bioscoop. Dus die gingen naar buiten, trokken de straat op, gingen demonstreren. Dus gedurende 2 dagen was er een soort opstand hier in Paramaribo. Men heeft enkele mensen neergeschoten. Er was 1 dode zelf. Dus het leefde in die tijd. Gaat u. Nee, dus zo zie je van, de mensen werden bewust door zijn activiteiten, zijn organisatie. Maar hij ging niet zelf, zeg maar, met stenen gooien op straat en zo. Hij wees de mensen op hun rechten. En de mogelijkheden van het ministerie van Koloniën, dat ze best wel potentie hadden, capaciteit en geld om hier de crisistijd, de economische crisis, beter aan te pakken, zodat de mensen wat te eten hadden. Als u zo bekijkt, het leven van Doedel, we zijn vandaag best wel meer dan 100 jaar verder, heer Magdoen Baks, kunnen we best wel stellen dat de strijd die Doedel toen heeft geleverd, zo kort als het misschien mag, dat het toch wel tot de dag van vandaag impact heeft gehad als we kijken naar het vakbondswezen in Suriname. Ja, ja, zeker, zeker. Alleen is de vakbondstrijd wat anders geworden. Ja. Want de jaren na 1931 had Doedel ook contact met Anton de Kom. Dus hij kreeg ook lectuur. Hè? Mm-hmm. Dus via de niet-legale weg, want veel was verboden door de Muilkorfwet van 1933. Dus oktober 33 bij koninklijk besluit, 17 is het genomen, omdat de statenleden hier dat niet wilden steunen. Mm-hmm. Dus, maar hij heeft zich via lectuur toch kunnen scholen. Hij werd een socialist, bijna een soort communist eigenlijk. Hij zag zijn rechten, want dat zag je ook in zijn manifest. Hè? Mm-hmm. Hij schreef crisismanifesten. En in 37 ook, mei 37... schreef hij ook een. En toen al zei men, ja, hij gedroeg zich eigenaardig.
Terwijl, als je zijn manifest leest, dan zie je dat hij 100% goed was. Maar de vakbonden van nu hebben heel wat zeg maar, te danken aan hem. Want de kolonisator zag van, hey, we moeten iets doen, anders worden de mensen linkser en socialistischer. Dus om dat te voorkomen, revolutie te voorkomen, kregen de arbeiders later steeds meer rechten. De arbeidsomstandigheden veranderden ook. Dus de voedingsbodem om oppositie te voeren, die werd minder. En dus de arbeiders van nu hebben dat te danken in wezen voor een groot deel aan Doedel. Hoe lang heeft u gedaan over dit boek? Nou, heel wat tijd. Als ik al die tijd bij elkaar tel, dus misschien 9 maanden continu. En ik heb heel veel te danken aan het Nationaal Archief Suriname. Ik heb heel veel hier kunnen vinden. Het belangrijkste materiaal is zijn jeugdjaren. Door niemand ooit gepubliceerd. Door Scholten niet, Milieu niet. En bij toeval heb ik het kunnen vinden. Dan zie je in zijn jeugdjaren hoe hij actief was. Landbouwvereniging. Hij exporteerde bijvoorbeeld in het begin, hè, als jonge man, 12.000 kilo koffiebessen naar het buitenland. De jaren daarna eindigde met 65.000 kilo. Zo is een jonge man, wat hij kon presteren. En toen hij later uit Curaçao hier kwam, ging hij door, hè, waterkant 26. Had hij zijn magazijn. En zijn neef Botse hielp hem ook daar. Exporteerde sinaasappels naar het buitenland. Dus zo zie je het. Hij gaf het goede voorbeeld. Ik hoop dat de mensen geïnspireerd raken door hem. Ja, morgen hebben we dus de boekpresentatie hiervan. Heer Magdoen Baks, waar zal dat gebeuren? Claudetta Tony Multifunctioneel Centrum op Poelepantje. Inloop 6:30 s'avonds. Tot 7:00 s'avonds beginnen we. Wat mogen we verwachten van u morgenavond? Er zullen ook vakbondsleiders komen. En een bekende vakbondleider zal ook een inleiding houden. En de historica, de bekende mevrouw Mildred Caprino, is de hoofdinleider eigenlijk. En dan gaan we daarna praten over het boek. Het boek. En zij die het willen kopen, kunnen het ook kopen. Maar zij die het nu al willen lezen, kunnen het ook gratis downloaden. Want niet heel veel mensen hebben €59. Maar kunnen gratis downloaden op aprilmoorden.nl. Nog een keer, op? Aprilmoorden.nl. Heer Magdoen Baks, nogmaals hartelijk dank voor uw komst naar de studio. En ook met dit nieuwe boek. En ik zal zeggen, heel veel succes verder met het werk dat u doet. Ja, bedankt. Nisar Magdoen Baks, vandaag in Maman Tintaki, over de boekpresentatie die morgenavond zal geschieden in het Claudette Tony Multifunctioneel Zaal te Poelepantje. Vanaf 7:00 de inloop begint om 6:30.